Nou. Welkom in Daan's Mansion. Welkom. Ja, 13 vierkante meter aan wooncomfort. Ja, het is niet echt het penthouse hier, hè? Dat... Nee, alles behalve. Wat betaal jij voor deze kamer? 450 euro. 450 euro? Dat is echt belachelijk. Maar dit is toch voor die arme sloebers zoals wij gewoon niet meer te betalen. Nee. Maar hoe zouden we het dan goedkoper kunnen doen? Nou, ik loop wel eens door een woongigant en dan zie je van die perfect ingerichte kamertjes. Zou je daar nou niet gewoon kunnen wonen? Het is wel comfortabel, in ieder geval. Maar dit. En voordelig. Nou, hij heeft hetzelfde bed die daar ook staat. Experiment 22B. Kun je wonen in een woongigant? Nou, gaan we intrekken in onze nieuwe woning. Oké, jongens, zet hem op. Hier scheiden onze wegen. Wij gaan even luieren in de auto. Ja. Alleen bellen als er echt iets is. Hè? Ja, niet te veel zorgen maken. Nee, dat komt goed. Oké, op zoek dus naar een goed plekje. De grote vraag is alleen, kun je ook onopgemerkt in een woongigant wonen of sta je binnen no time weer op straat? Hey, weet je wat mij opvalt? Ja. Dat we hier al best wel lang rondlopen met rolkoffers en dat er nog geen medewerker naar ons is toegekomen. Nou, ze hebben gewoon een goede gastvrijheid hier. Ja. Dat hebben we eventjes goed uitgetest. En flink ook. Hallo. Mag ik wat vragen? Jazeker. Ik ben heel nieuwsgierig, maar worden die dekbedden wel eens verschoond hier? De dekbedden? Ja. Daar wordt hooguit een keer een dekbed verschoond. Als het bijvoorbeeld met ijs geknoeid is, dat dan de roeslaken verschoond wordt. Oh, oké. Okay. Het ligt op zich wel chill. Ik vind het ook wel lekker liggen. Stel, je neemt een keer een meisje mee, hè? Hè? Dat gaat nog heel lang duren voordat het zo is. Maar hoe doe je dat dan? Nou, ja, dan zul je er toch even moeten voorstellen aan die piepo die naast je bed staat. We lopen hier nou al een tijdje rond. Ik heb nog geen camera gezien. Jawel, ik wel. Twee, vier, hop. Gaan we gewoon mee? Kunnen jullie even stil zijn? We zijn een filmpje aan het kijken. Hallo, mag ik één normale portie Zweedse gehaktballetjes? Ja, dank u wel. Niet, je hebt je eigen fucking bord. Nee, dit is mijn balletje. Nee. Een vieze balletje voor jou niet. Vind je niet lekker mijn balletje in jouw mond? Kom. Ik denk wel dat het nu tijd wordt om op zoek te gaan naar een goede slaapplek. En een slaapplek en een plek om ons te verstoppen. Dat dit de beste optie is. Er zit hier redelijk verschut. Eén kast hier, op de ene met hier. Dit is top. Ja, dit is wel goed, hè? Ik zal echt de fucking heen. Als die kast daar open gaat, dan kan ik...
heel erg stoffig is in die kast vandaan. Hij heeft natuurlijk kasma. Weet je, ze zitten daar zo stil. Het lijkt wel een kastplantje. Ik denk dat ze ook Tim daar hier echt goed voor gekalst hebben. We maken weer op attent dat vandaag geopend is tot 9 uur. Wij danken u voor uw bezoek en graag tot ziens. Weer een auto. Oh, dat is daar. Hoe is het? Ja, in mijn omstandigheden wel oké. Liggen jullie in bed? Ja, we liggen lekker in bed. Wat ziek, hè? Fucking mooi. Ja, het is fucking heen. Dan komen we ineens op een wagen terwijl die op het bed aan het springen was. Het is een wonder dat we niet zijn ontdekt. We moeten oppakken later. Oké. Ik heb ook echt veel zin om te slapen. Kom je bij me liggen? Die zal wel moeten. Ja, het is misschien wel handig, hè? Welterusten, Daan. Welterusten, Tien. Kijk hoe bang een bekje zit hem aan. Dit is niet normaal. Het is water. Ja, maar dat is niet voor regen. Wel. Nee, hoor je dat niet? Dus... Normaal. Ga niet lopen scheiden, daar heb ik echt geen zin in. En dan is het de volgende ochtend. Ja, daar zijn we weer. Morgen. Morgen, heb je lekker geslapen? Heerlijk, daar is jouw lepeltje, lepeltje. Ja. Op naar de woongigant, hè? Op naar de woongigant. De jongens ophalen. Ik ben benieuwd. Dat is spannend, hè? Koek!
conclusie. Je kunt wonen in een woongigant. Het is alleen niet heel ontspannen wonen. Je hebt weinig privacy. En je moet elke avond 3 uur in de kast zitten voordat je naar bed gaat. Ja, je ligt de hele tijd in totale paniek. Daar moet je net van houden. Maar het voordeel is wel, je kan elke keer een nieuwe woonkamer uitzoeken. En je bedje wordt ook nog eens opgemaakt. Maar hoe gruwelijk is het dat het gelukt is, gasten? Echt. Ja, fucking shit.